Tuur, vorige week zijn de pensioenonderhandelingen vastgelopen. Waar is het precies op vastgelopen? Nou, wij willen dat iedereen een goed pensioen kan opbouwen, dus ook ZZP en Flex. We willen dat iedereen ook zicht heeft op een geïndexeerd pensioen. En we willen bovendien dat mensen op tijd kunnen stoppen met werken. Dus de AOW-leeftijd moet nu bevroren worden op 66. En de boete op eerder stoppen, die moet helemaal van tafel. Want anders kunnen we geen maatwerkafspraken maken. Nou, op al die punten wilde het kabinet ons eigenlijk vooral in onzekerheid laten. Of overduidelijk veel te weinig bieden. Er wordt nu gezegd dat de vakbonden eigenlijk zijn weggelopen van de overlegtafel. Is dat zo? Nou, er zit een grote kloof tussen wat wij nodig hebben voor een goed pensioenakkoord. Wij willen alleen met een goed resultaat thuiskomen. Dat verdienen onze leden. Onze leden willen snakken naar een goed pensioen in veel gevallen. Die moeten soms op hun knieën naar de eindstreep die steeds verder opschuift. Daar willen we iets voor regelen. Onze leden die wachten al 10 jaar op indexatie van hun pensioen of hun pensioenopbouw. En onze leden willen überhaupt meedoen in een pensioenstelsel. Dus ook die flexwerker of die ZZP'er. En al die zaken zijn echt urgent. Wij vinden dat we een goed pakket hebben neergelegd. En het kabinet wil dat niet bieden. Dus er zit een kloof tussen wat zij konden bieden en wat wij nodig hebben. Dan zijn er twee partijen die niet willen bewegen op dat moment. Zij zeggen wij zijn weggelopen, maar wij zeggen wij hadden gewoon hele eerlijke, redelijke eisen. Daar vechten wij al een jaar voor, hè, via campagne op straat, maar ook aan de onderhandelingstafel. En zij hebben op al die punten eigenlijk gewoon met lege zakken zijn zij aan die onderhandelingstafel gekomen. We staan nu in de hal van het Centraal Vakbondshuis in Utrecht. We zien nog een spandoek hangen. Wat is hier afgelopen zaterdag gebeurd? Afgelopen zaterdag waren wij met ruim 1000 kaderleden hier. U moet de beelden nog maar eens bekijken. Het zat hier echt propvol. We hadden zelfs een tent buiten staan waar nog alle mensen die hier niet binnen erbij pasten konden kijken naar de toespraken en naar de vragen die hier gesteld werden. Daar hebben we de kaderleden uitleg gegeven over wat er gebeurd is met het pensioencontract. Nou, die 1000 leden die waren het roerend met ons eens dat het pakket wat het kabinet ons wilde bieden veel te weinig was. En de actiebereidheid is enorm. We gaan dus nu ook echt gewoon de straat op. We gaan de sectoren in, de bedrijven in en we gaan mobiliseren. Kijk, en daarmee beantwoord je eigenlijk al mijn volgende vraag. Want wat gaan we nu doen? Nou, we gaan nu samen met onze leden kijken waar wij de straat op willen. We gaan samen met onze bestuurders de bedrijven in en zorgen dat alle werkenden, dus niet alleen onze eigen leden, maar ook al die collega's en alle nog niet werkenden en alle niet meer werkenden, allemaal op de hoogte zijn van wat er speelt en waarom dit in het belang is van alle 11 miljoen pensioendeelnemers die we hebben in Nederland. En we gaan zorgen dat daarvan zoveel mogelijk mensen ook daadwerkelijk in beweging willen komen. Want we gaan alleen onze redelijke eisen binnenhalen als we daar ook samen de schouders onder zetten. Je hebt de afgelopen dagen ongetwijfeld veel reacties gekregen. Is er een tendens te ontdekken? Nou, het bijzondere was, we hadden ons wel even schrap gezet vanwege het negatieve frame en vanwege het feit dat werkgevers en kabinet in koor zeiden de vakbeweging is weggelopen. Zij hadden een prachtig bod en dat hebben ze niet geaccepteerd. We hadden ons schrap gezet voor de eerste reactie, want we wisten dat we hebben ook in de beeldvorming nog iets te corrigeren. Maar er is geen één lid wat de eerste dagen heeft opgezegd en er zijn wel nieuwe leden bijgekomen. En onze kaderleden die hier dus met ruim 1000 aanwezig waren, die zeggen allemaal, nou die Rutte die is knettergek dat hij gedacht heeft dat wij dit zouden slikken. Wij gaan graag de straat op en in actie voor een beter resultaat, want dat hebben we nodig. Dank u wel.